NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel Prinsenviel Breda. In het verleden vocht NAC menig duel uit met aartsrivaal Willem II. Dit seizoen draait het met slechts één overwinning niet zo lekker in Tilburg. Daarom legden wij de supporters de volgende stelling voor. Ja, ik zou het toch wel heel triest vinden als Willem II uit de Eredivisie zou verdwijnen. Want dat is toch iets wat we dus niet in de Eredivisie kunnen missen. Ja, ik vind het eigenlijk best wel belangrijk dat ze in de Eredivisie blijven. Want dat is NAC's aardvijand een beetje. Vind je dat Willem II in de Eredivisie moet blijven? En waarom? Ja, dat kan ik niet. Zeg maar gewoon dat het een Brabantse club is. Ja, moet Willem II in de Eredivisie blijven of niet? Ja. Ja, en waarom? Omdat ze heel slecht zijn. Kan ik beginnen? Nee, tuurlijk niet. Sorry niet. Nou, moet altijd wel een derby blijven, dus ik vind dat ze het vol mogen houden. Ze verdienen het wel om in de Eredivisie te blijven. Willem II moet in de Eredivisie blijven, want dan kunnen wij beter grapjes maken. Nou, ik vind dat Willem II wel in de Eredivisie moet blijven, want het is wel een Brabants club. En we moeten toch wel de Brabantse sfeer erin houden in de Eredivisie. Ja, de derby's altijd in de regio zijn altijd aantrekkelijker nog als tegen ver weg voetballen. Volgende week is er weer een nieuwe NAC-praat. Volg ons in de tussentijd via Twitter op @NAC.nl en geef je mening via hashtag NAC-praat. NAC TV werd mede mogelijk gemaakt door Hotel Prinsenviel Breda.